Vrijdagmiddag omstreeks 12:30 werden de hulpdiensten met spoed opgeroepen voor een uitslaande brand in een jongerencentrum aan de Putselaan in Rotterdam. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer schaalde op naar het zijn middelbrand. In het pand bleek brand te zijn in een van de slaapkamers. De brandweerlieden konden daar het vuur snel onder controle krijgen. De brandweer is nog wel enige tijd bezig geweest met het doven van smeulende resten. Team brandonderzoek van de brandweer zal onderzoek doen naar de oorzaak. Het verkeer op de Putselaan in Rotterdam ondervond nauwelijks hinder als gevolg van deze brand.